sta hier met Paul van der Bunt van twee sterren restaurant De Leuf. Ik mag u allereerst feliciteren met uw titel Chef van het Jaar. Dankjewel. Hoe voelt dat? Nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie erkenning, een mooi schouderklopje. Ja. En daar doen we het allemaal voor, hè? Voor het applaus en voor de erkenning en voor de, ja, in het middelpunt staan. Ja. Heeft u ook een juryrapport of iets gekregen? Ja, het stond opgeschreven waarom ik het werd geworden. Dat was een heel verhaal. Okay. Ja. Ja, het zal vast en zeker heel positief zijn. Ja, tenminste wel, ja. Ja. En u heeft hier zojuist een workshop gegeven. Wat hebben wij daar allemaal kunnen zien? Nou, ik heb een bloedworst met ui en appel, dus met de ingrediënten en spek, zoals de klassieke bloedworst die we allemaal kennen, heb ik gemaakt op anno 2012. Dus een vloeibare bloedworst, dus een heel andere textuur van bloedworst. Geen gebakken appeltjes, maar een gel van appeltjes. Geen gebakken uitjes, maar een zalf van appeltjes. En een mooi stukje spek traag gegaard in de Reuner in 24 uur en 63 graden. Ja, u staat ook een beetje bekend om traditionele gerechten een beetje een nieuw tintje aan te geven. Ja, dat klopt. Ja, dat vind ik leuk. Dus naar de oude gerechten te zoeken. Kijk, want die zijn per definitie natuurlijk zijn dat allemaal lekkere gerechten. Als ze door de geschiedenis heen graag gegeten worden, dan blijkt het al wel dat het goede combinaties zijn. Alleen, we leven nu weer in een andere tijd. Hè. Dus je moet het proberen te vervormen naar deze tijd. Hè. Dus vaak lichter, vaak wat zuurder in. Daar ben ik een beetje mee bezig, ja. Nou, hartstikke mooi. En heeft u misschien een goede tip voor chef Cox? Ja, blijf dicht bij jezelf. Kook eerlijk, kook vers, zorg voor de mooie scannen. Het mooie in de koken begint met 90% bij het inkopen van hele mooie producten. En dan hoef je geen grote kunstenaar te zijn om daar gewoon een lekkere maaltijd voor op tafel te zetten. Geen gepiemel zoals ik dat allemaal noem, gewoon zuiver koken. Dat is eigenlijk de beste tip. En als je op een gegeven moment wat verder gevorderd raakt, dan kun je wat nuances gaan raken en dan kun je daar op zoek gaan. Hey, maar blijf vooral dicht bij jezelf en zorg dat altijd alles hartstikke lekker is. Goed op smaak, goede combinaties en houd het eenvoudig. Oké, dat zijn hartstikke mooie woorden. Dank u wel. Oké, graag gedaan.